YouTube doet. Like deze video sneller dan dat ik oranje ben voor een 10. Ik ben een sinaasappel. En vandaag speel ik als de Oranje Rainbow Friend. Het bordje wordt omgedraaid. De bus neemt de verkeerde afslag. De bus crasht. Maar waarom speel ik als de Oranje Rainbow Friend? Omdat ik vandaag het verhaal van Oranje wil vertellen. En dan vooral waarom die altijd honger heeft. Als je Rainbow Friends ooit hebt gespeeld. Dat was een mooi begin. Of je hebt My Rainbow Friends ooit zien spelen, dan is het je misschien opgevallen dat wanneer Oranje in het spel naar voren komt, hij iedere 5 minuten op zoek is naar eten. Maar waarom is dat? Oh my gosh, ik heb zoveel blokken. Check dit. Dat is een mooi begin. Het begint allemaal bij Rood. Toen Rood begon met het maken van Rainbow Friends, had hij heel vaak materialen en onderdelen over. Denk aan een stukje van de tong van Groen, een oogje van Blauw enzovoort. En dat heeft ervoor gezorgd dat Rood op zoek ging naar een manier om van deze materialen af te komen. Hij kon het immers niet in de prullenbak gooien, want dan bestond er een kans dat mensen het zouden vinden. En erachter zouden komen waar Rood allemaal mee bezig is. Het maken van Rainbow Friends dus. Dus wat deed Rood? Hij gaf het aan Oranje. En wat deed Oranje, die at alles op. Alle materialen, alle overgebleven onderdelen. Het belandde in Oranje zijn buikje. En op een gegeven moment ontwikkelde Oranje dus ook een mega eetlust. Hij was immers zo gewend om iedere dag onderdelen te krijgen. Alles wat hij deed was eten. Het was eigenlijk een papierversnipperaar, maar dan zonder papier. Alleen wat Rood zich niet realiseerde, is dat hij van Oranje dus een monster maakte. Tenminste, Oranje was al een monster, maar een erger monster. Het werd op een gegeven moment zo erg dat Oranje tijdens Halloween in zijn eentje naar Brookhaven ging om daar al het eten te stelen van de bewoners. Daarom is er ook een regel in Brookhaven. Blijf tijdens Halloween binnen en doe alles op slot. Met andere woorden, het liep uit de hand. Dus wat besloot Rood te doen? Hij maakte een ondergronds huis voor Oranje. En dat is waar we nu zijn. Ik ben trouwens niet de enige die hier is nu. Oh, snap. Ik heb trouwens mijn regenboogdoos. In deze grot werd Oranje dus een soort van opgesloten. En het enige moment waarop Oranje deze grot verlaat, is als die dus op zoek gaat naar eten. En dat gebeurt alleen wanneer Oranje wakker wordt. Oranje slaapt bijna de hele dag, omdat Rood hem mega veel slaapmiddelen geeft. Rood is namelijk bang dat Oranje in de buurt komt van de andere Rainbow Friends. Blauw, paars en groen. Het is namelijk al eens voorgekomen dat Oranje probeerde om Blauw op te eten. En dat is exact de reden waarom Blauw nog maar 1 oog heeft. Ja, dat andere oogje zit in Oranje zijn buik. Oranje is een salamander. En dat heeft Rood op een idee gebracht. Er is namelijk nog een ander reptiel die kan veranderen van kleur. De kameel. Geruchten gaan dan ook dat Rood druk bezig is met het maken van een Rainbow Friend vanuit een kameleon. Waarom? Zodat deze Rainbow Friend zich van kleur zou kunnen veranderen. Je hoort het goed. Een Rainbow Friend die dan bijvoorbeeld roze is, maar ook ineens blauw, groen, oranje of paars kan zijn. Maar dit is niet het enige wat Rood wil bereiken. Hij wil dat elke kleur die de kameleon wordt, een eigen kracht heeft. Dus stel voor de kameleon is blauw, dan heeft hij een waterkracht. Maar stel voor de kameleon is rood, heeft hij een vuurkracht. En als je er zo over nadenkt, is dit eigenlijk best wel slim. Kijk naar blauw. Het is een mega sterke Rainbow Friend. Maar dat is ook zijn enige kracht. Kijk naar groen. Kan supergoed horen. Maar dat is zijn enige kracht. Met andere woorden, als Rood een Rainbow Friend maakt, die iedere keer een andere kleur met een andere kracht heeft, dan is dat de sterkste Rainbow Friend die er gaat zijn. Misschien wel zo sterk, dat Rood de andere Rainbow Friends niet eens meer nodig heeft. En dan hoeft hij daar dus ook niet meer op te letten. Ik weet niet wat ik erger vind. 4 losse Rainbow Friends die sterk zijn, of 1 Rainbow Friend die extreem sterk is. Wat denk jij? En het is misschien raar om te zeggen, maar ik zou het ook wel jammer vinden als er nog maar 1 Rainbow Friend is. Want hoe eng het ook is om een deur te openen en daar ineens blauw achter te zien. Nu gelukkig niet. Waarschijnlijk missen we hem wel als die weg is. Zo gaat dat vaker met dingen die irritant zijn. Zodra ze weg zijn denk je, nou weet je, ik had het eigenlijk ook wel naar mijn zin. Het was op zich wel gezellig. Dat kan ik over blauw misschien niet echt zeggen. Ik denk dat als je met hem naar de bioscoop gaat, dat hij het bioscoopscherm opeet. En jouw popcorn. Maar het mooie aan blauw is, je kunt hem zo makkelijk gewoon voor de gek houden. Kijk. Ik bedoel, dit is toch bizar. Hij wist dat ik hier zou staan. En nu, oké. Maar hij ziet me ook wel weer gelijk. Oh, hij weet nu dat ik in de doos zit. Dat zie je aan het uitroepteken die erboven hangt. Dit is dus de eerste keer dat hij mij wel kan pakken terwijl ik in een doos zit. Zullen we dat gewoon eens testen? Oké, we gaan naar hem toe. Ben je serieus? Net wanneer ik het vraag, hoeft het niet meer. Maar dat is niet het enige waar Rood zich mee bezighoudt. Rood is eigenlijk een wetenschapper. Duistere wetenschapper. Hij heeft de Rainbow Friends gemaakt, maar is ook extreem goed in technologie. Het idee is dat hij werkt aan een horloge waarmee hij zichzelf in andere Rainbow Friends kan transformeren. En misschien komt dit verhaal je bekend voor. Ooit gehoord van Ben 10, een jongen die een horloge draagt waarmee hij zichzelf kan veranderen in verschillende aliens. Het horloge wat hij draagt bepaalt hoe hij eruit ziet. Maar besef hoe gaaf dat zou zijn als je een horloge draagt waarmee je jezelf letterlijk kan veranderen in
elke Rainbow Friend. Is die hier? Oh, hij heeft letterlijk iemand ingemaakt. Ik zag het gebeuren. Oh. Maar eigenlijk vind ik het dus best wel zielig voor Oranje dat hij verplicht in een grot moet blijven. Omdat hij anders probeert om de andere Rainbow Friends op te eten. Het voordeel is wel dat dit constante eten Oranje mega veel energie geeft. En dat is ook gelijk de reden waarom hij zo gigantisch snel is. Hier moeten we goed uitkijken. Eigenlijk moeten we overal goed uitkijken. Ik bedoel, het is Rainbow Friends. Als je niet goed uitkijkt, dan ben je een tussendoortje. We zijn letterlijk de eerste met al 5 lampjes. Stel voor, we zouden Oranje vrij laten uit zijn grot en loslaten in het kantoor van Rood. Dat is hier zo. Misschien wordt Rood dan opgegeten. Ik weet het, het klinkt flauw. Maar Rood is niet aardig. Oké, ik ga deze kant op. Oh! Oké, dat was niet de juiste kant. Ik heb wel een lampje. Dat is fijn. Hier is nog een lampje, maar komt blauw eraan? Oh, het antwoord op die vraag is ja. Snel, snel, snel. Oh. Dude, hij gaat op een muur heen. Wat? Oh, hier heeft iemand de oranje doos. Ik wil die zo graag hebben. Ik sta er letterlijk op. Ik ga gewoon door deze deur heen. Wat niet per se slim is. Het nadeel is gewoon, je weet nooit wat er achter een deur zit. Over toeval gesproken. Oh, dat is echt zo typisch ook voor een film dat gebeurt, hè. Dit is echt heel raar, maar ik ben Oranje en ik ga Oranje nu dus te eten geven. Hij is wakker, dus ik moet er snel vandoor gaan. Er is trouwens een ander experiment wat ik een keer wil doen. En dat heeft alles te maken met waar ik nu zit. Rainbow Friends is een Roblox game. En Roblox games moeten soms worden geüpdate. Wat inhoudt dat spelers het spel niet kunnen betreden. En dat als je in het spel bent, dat je er tijdelijk wordt uitgezet. Voordat ik verder ga met mijn verhaal, eerst Oranje weer wat te eten geven. Oh nee, 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 nee. Ik was aardig! Waar was ik? Maar geruchten gaan dat als je in Rainbow Friends blijft, terwijl het spel eigenlijk offline is, en de makers van het spel weten dus niet dat je er nog in zit, dat je letterlijk achter de schermen kunt meekijken. En ja, dat zou betekenen dat je kunt zien hoe Rood zijn nieuwe Rainbow Friends maakt. Dus moeten wij ons een keer verstoppen... Oh, kijk uit voor paars. Moeten wij ons een keer verstoppen in Rainbow Friends? Om te kijken wat er gebeurt als het spel offline is. En we dus de enige speler online zijn. Spam dan ja in de comments. Ik zou me dan waarschijnlijk hier verstoppen, in dit kleine hokje. Oh my gosh, dat is trouwens ook echt het perfecte moment. Want kijk, groen loopt er letterlijk net langs. 3, 2, 1. Het wordt meestal van tevoren aangekondigd wanneer Rainbow Friends offline gaat. Zodat spelers daar rekening mee kunnen houden. Dan weten ze dat ze nog één potje kunnen afmaken, maar geen nieuwe moeten beginnen. Omdat ze dan waarschijnlijk halverwege eruit gegooid worden. Dus wanneer ik zo'n aankondiging hoor, zal ik direct gaan filmen en proberen om een perfecte verstopplek te vinden. In de hoop dat ik niet gesnapt word en kan zien wat er gebeurt als er niemand is. Oké, we hebben 2 batterijen. Of nee, sorry man. Ik kon eventjes niet tellen. We hebben 3 batterijen. Daar zie ik er toevallig nog eentje liggen. Let's go. Het is wel bijzonder rustig hier. Waarom? Wat is er met timing en mij? Het einde van Rainbow Friends met de simpele regel. Maak Blue niet wakker. Dus niemand mag over een ballon stappen. Ik hou de andere spelers goed in de gaten. Kom op jongens, jullie kunnen dit. Goed zo, goed zo. Alleen wanneer je dan denkt veilig te zijn. Oh nee, deur open. Snel, snel. Oh, snap. Oké, ik ben de eerste in de ventilatie. Dat is een hele eer. En ik ben oranje. Niet de kleur van het peer. Maar ik ga proberen gebruik te maken van een glitch. Ik heb dat de vorige keer eigenlijk min of meer per ongeluk gedaan. Maar wij gaan zometeen proberen naar binnen te glippen. Wanneer we Blue hebben verslagen. En dan zul je zien dat hij letterlijk weer opstaat. Oké, let op, let op. Oh, snap. No way. Kijk dan. We liggen naast... En hij staat op. Maar we hebben gewonnen. En dat vindt Rood niet zo leuk. Abonneer voor meer en adios.